vind ik gewoon dat als je stilstaat gewoon niks hoort. Ik vind de uitstoot van uitlaatgassen bij wat dan maar ook, of nou een auto is, een vliegtuig is, dan moeten we gewoon terug gaan dringen. Dat is het eerste wat mij meestrekt in elektrisch rijden. Maar als we nu niks doen, dan leggen we de rekening bij de volgende generaties neer. En ja, dat moeten we denk ik voorkomen. Ik vind het ongelooflijk gewaagd dat een auto-organisatie die toch wel afhankelijk ook is van olie en brandstof, dat die dus toch dat dit oppakt en vanaf nulpunt bedenkt van hoe gaan we dit aanpakken. En gewoon ook als eerste durft met alle inzet die ze erin hebben en alle energie, kijk naar dit soort proefritten die we doen, daar volledig hun energie op inzetten. En ik denk dat daar nog menig autofabrikant wat van kan leren.